Ja, ik merk niet heel veel. Nee, deze was ook ietsje te klein, dus dan... Spam gaat weer even zoeken. Hoi allemaal, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Ik sta hier naast Pamela. Hoi. Wat gaan we vandaag doen, Pam? Bitfitten, bij Wimmer. Bitfitten. En voor de mensen die niet weten wat bitfitten is, wat is bitfitten? Nou, we gaan kijken of we bij Wimmer een goed passend bit kunnen vinden en dat jij er lekker mee kan rijden. Ja, nou, helemaal leuk. Ik heb nu een dubbel gebroken, weet ik niet. En ik reed eerst met een stang, maar dat... Ik weet niet, dat vond ik niet zo fijn. En met deze is wel iets fijner, maar ik weet niet. Ik wil even. Je denkt dat het nog beter kan? Ja. Dan nou, gaan we vandaag testen. Ja, ik heb met de spullen meegenomen. Ga ik eens heel even een stukje. Oh, dat zijn Bien de billen. Lekkere billen hoor, Bien. Jeetje, Pam. Dan kan je mee gewicht heffen. Ja. Dat is wel een investering, maar ja. Zoveel paarden, hè? Ja, zoveel mensen, ja. Zoveel wensen. Oké. Okay. Nou, wij gaan nu even opstallen. Ja, zullen we dat gaan doen? En dan gaan we even skieken. Helemaal goed. Oh. Hi, nou, hij heeft nu een dubbelgebroken watertrans, volgens mij. Maar ik heb we denken dat hij wat te groot is. Te groot is. Valt mee. Ja. Nou, hij had eerst deze. Maar die vond ik niet zo fijn. Nee, dat snap ik. Ja. Die vond hij maar misschien ook niet zo fijn. Nee. Maar ja, daar heb ik het wel even mee moeten doen. Maar ik dacht, ja, jij komt toch. Dus dan... Maar ja, nu heb ik deze sinds vorige week donderdag van Sharona gekregen. Ja. Maar hij is fijner hoor dan die, maar ik denk misschien kan ik nog fijner. Oké, okay. Nou, dan gaan we even kijken. We gaan even in de mond kijken. De bakker op. Hij is pas naar de tandarts geweest. Ja, nou, ik voel altijd even af ook of dat er hier geen wondjes zitten. Of dat hij ergens pijnlijk is of blauwe plekken zitten. Ja. Moet je naar jou komen, Marie? Het enige wat me opvalt is dat het bit nu een beetje laag hangt. Dus als je dan een keer een ophouding maakt, dan schuift hij eigenlijk door heel de mond heen. Oh, dat is niet lekker. Ah ja, 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 ja. Hij heeft lekker vlassen gegeven. Ja. Ja. Hij eet dat stal leeg. Lekker, hè? Het is geen vlas. Het is een hakselstroom. Ik ga nog heel even plezier doen. We hebben deze natuurlijk al een keertje behandeld. Dus we weten wel dat hij daar niet heel erg op reageert. Maar er kan toch altijd wat gebeurd zijn waardoor hij toch ergens op reageert. Oh, ja, daar komt hij om binnen. Is voor jou ook naar links buigen moeilijker, Marina? Ja, volgens mij wel. Ja. 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 Ja, merk want, je ook als je zo een beetje buigt dat hij eigenlijk naar rechts, dan buigt hij heel makkelijk mee en naar links wordt moeilijker. Ja, want als ik hem ook echt naar links wil sturen, dan moet ik echt goed begrenzen met mijn buiten, zeg maar met mijn rechterhand en mijn rechterbeen. Ja. Anders gaat hij gewoon naar rechts. Oké. Okay. Nou, mag je er nu op gaan zitten? Ik wil graag stap, draf, even een stukje galop als je het ziet zitten. Ja hoor. Eerst nog stappen. Zelfs gisteren gegalopeerd en gesprongen. Oh, kijk aan. Dat is steeds beter. Ja, zelfs op de rechterhand. Hey, wat had jij gezien? Nou, hetgene dat hij is, dat hij toch nog soms een beetje door de hulp heen loopt. Hè? Als Marina één kant opstuurt, gaat hij wel eens de andere kant op. Maar dat is natuurlijk ook een stukje dat hij nog niet helemaal goed op de benen reageert. En met deze is hij gewoon wat koppiger, heb ik het idee. Ja. Maar we zijn inderdaad wel aan het trainen dat hij beter op mijn been gaat reageren. Ja. Maar dat gaat ook al wel beter. Ja, maar dat gaat natuurlijk ook allemaal niet super snel. Maar, nee. Gaan we even wat zoeken. Ja, zoek jij het eens even. Wat hoor je allemaal? En ze gaan zo meteen hier langs. Dus ik kan even een buigproef doen met Moos. Oh, daar. Ja. Mama, hij wil die bal heel graag. Ja, we kunnen wel eens gaan kijken voor een bal. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Is die van Wien? Ja, dat is, die is een beetje kapot. Ja. Een beetje leeg. Een beetje leeg. Zullen jij ook zo? En wat heb je nu gepakt? Oh. Ja, dat is wel een goede maat.
Een dubbel gebroken watertrens met Sweet Island. Je ziet dat die hier al een beetje roestig is. Ja. Zorgt voor dat lekkere smaak. Ah ja, voor dat smaakje inderdaad. Ik wil heel eventjes afstappen, want ik ga het op de bit uitdoen. En ik wil niet hebben dat die gaat lopen zonder dat jij iets hebt. Dat maakt het wel heel spannend, hè? Niet dat hij dat heel snel zal doen, maar... Ja, daar gaat Moos. Als je me noemt. Nom. Dat is even gek. Het zijn hele grote ringen. Ja, die je net in had als een onderlegtrens. Dus die ringen zijn wat kleiner, omdat je daar dan vaak met stangen trens mee hebt. Nou, Bit hangt een beetje tussen dat hij misschien een maatje groter of beter is. Ja, en hoe zie je nou hoe je die hoogte moet instellen, dat het dan goed is? Ja, dat voel ik in de mond. Dat hij niet tegen de kiezen aandrukt. En welke maat heb je er nu in gedaan? Ja, 12,5, maar ik ga kijken of ik er zo misschien in een 13. Ja. Nee, maar 13,5 is dan weer eigenlijk weer net iets te groot. Ja. Okay. Ja, gas erop, zegt hij. Ja. Voel je nou echt verschil? Hij is nu vooral op hoogst aan het letten. Ja. Hij is ook vooral naar Moos aan het kijken. Ja. Probeer dan ook wel een klein beetje druk op je teugels te pakken. Ja. Als je niet helemaal los laat hangen, want dan voel je weinig verschil. Ja, met die hoek heeft hij altijd problemen. Die snijdt hij altijd. En net ging op. Hij er andersom wel. Erin. Ja. Ja, ik merk niet heel veel. Nee, deze was ook ietsje te klein, dus dan... Spam gaat weer even zoeken. Ik heb wel iets. En wat hebben we nu? Ja, deze in een bus zijn dan ietsje groter, omdat deze toch een beetje krap was. Ja. Oh ja, en deze draaien er doorheen en die zijn vast. Ja, omdat hij natuurlijk toch een beetje zijn hoofd nog in de lucht houdt. Ja. En jij moet dan leren dat je je handen gewoon een beetje beneden houdt. Dat je er een klein beetje druk op je teugels gaat houden. Ik doe mee, zet het dicht. Ja, die kan wel. Zijn nou allemaal als jullie? Wat Hey. Ik kon geen kant meer op. Kijk, nu gaat hij ietsje meer zakken. Ja. Hij is nog niet helemaal aan het sturen, maar dat komt wel een beetje uit zijn been. Dat hij daar wat meer op moet gaan reageren. Maar waar ik wel blij van word, is dat hij een beetje je hoofd meer naar beneden laat zakken. Hou je handen mooi stil, hè Marie? Ik ga het even in deze hoek staan. Nee, vuile viezerik dat je er bent. Hij wil gewoon graag bij jou op schoot. Ja. Ja, ze wil ook volgende week met Sharona gaan kijken om met een eenie mini spoortje te proberen. Ze zegt, ik krijg zulke moeie benen ervan. En hij is nu natuurlijk ook echt wel een beetje zichzelf aan het worden. Een beetje testen, een beetje vervelioen. Ook nog even de andere kant op, hè? Want je bent alleen maar linksom aan het rijden. Ja.
eiwitjes op. Hij wil wel meer gaan zakken, maar ik heb het gewoon dat hij nu nog meer door mijn hand heen rijdt. Want de hele tijd ook daar genoeg zal, en dan doet hij dat niet. En dan probeer ik hem wel echt zo terug te sturen. Oké. Okay. Voor beeld ziet dit er makkelijker uit. Ja? Dat je makkelijker stuurt. En het sturen naar de hoefslag toe is echt van je been. Want je zit natuurlijk ook echt wel veel beengrepen. Maar hij gaat wel makkelijker zakken naar beneden. Ja, maar ja, dat wel. Hoe kan je het beste het gevoel uitleggen wat jij dan zegt van ja, ik heb geen stuur? Of ja, nou, als hij bijvoorbeeld daar afsnijdt, normaal hoef ik dit te doen, zeg maar, en een beetje duwen met mijn been. Maar ik heb nu gewoon echt het idee dat ik helemaal, weet je wel, dan gaat hij nog steeds heel lastig. Oké, nou, doe nog eventjes een stukje stappen, dan kan ik eruit, want je staat voor de deur. En wat heb je nu gepakt? Een dubbelgebroken D-trench. Ook een beetje voorgevormd. Kijk als we ook nog een beetje druk op het kopstuk bijpakken wat hij dan doet. Juist. Ik ga weer even in deze hoek. Hetzelfde idee. Dat onderlipje. Het lijkt veel ontspannender, dat onderlipje nu. Dit is echt van een beer! Dit voelt ook veel beter. Linkerbeen. Zo. Handen naar beneden. Ja, wijken maar naar de hoefslag met je linkerbeen. Ja. Zo. Ja, hij trekt nog steeds heel erg naar binnen. Ja. Juist, goed zo. Goed zo. Ja, dat geeft niks. Wat denk je? Is het met een vaste of met een losse riemkleiding? Ik denk vast. Dat denk ik ook. Oké. Want dan is die net even wat stiller, hè? Dan wil die net even ietsje makkelijker zakken. Zakken, ja. Kijk, normaal als je natuurlijk gaat bitfitten en je paard loopt al netjes aan de teugel, dan kan je zien wat er gebeurt. Moet je bovenlijn ontspannen of juist meer spannen? Ja. Bij hem is het vooral, ga je meer ontspanning zien en wil die wat makkelijker naar je hand toe lopen. En wat ga je er nu in zoeken? Een dubbel gebroken bustrench. Maar dan van een ander merk. Dus die is dan net even ietsje dunner, maar dat tussenstukje is ook heel klein. Kijk eens. En weer een. Ja, iedere keer als je wegstapt doet die gassen. Ja, gas erop. Hoi, goed zo Marie. Let op dat je kleine schopjes dan met je rechterbeen neemt en je linker teugel stilhouden. Hè? Dat hij niet te veel naar buiten gaat kijken, dan wordt hij heel scheef. Ja. Ik denk dat we hem gevonden hebben. Ik het ook. Gevarenzone waar jij staat, hè? Ja, dat is zeker waar. Aan de kant. Zo. Waarom doet hij dat nou iedere keer als hij met zijn reet naar ons is? Jammer, hè? Ja. Beetje jammer. Ik ga in het midden staan. Ja, dat is makkelijk.
Hij stuurt ook makkelijker door die hoek heen. Ja, dat is ook wel. Hé, Marie? Wat? Nee. Hij stuurt makkelijker door die hoek heen nu. Ja. Linkerbeen, als je naar rechts wil gaan kijken, dan valt hij naar links. Hè? Voel je dat? Ja. Dan moet je echt even de linkerbeen hier kijken. Juist. Zie je het verschil dat het zit meer loslaten? Ja. Dus dat is dus het verschil wat je kan maken met een bit. Ja. Kijk, en natuurlijk verder zal die rijtechnisch beter moeten. Maar dat wist je al, want daar ben je heel goed mee bezig. Je moet sneller op je been gaan reageren. En als ze dan achter wat sneller is, dan kan je natuurlijk voor weer een beetje meer begrenzen. Maar je zag, als het net werd sneller, dan kan je voor een beetje tegenhouden. En dan gaat hij ook steeds meer zakken. Ja. Dus dat is iets wat je wil. En daar kan je voor zorgen, doordat als je een bit in hebt wat beter past en stiller is in dit geval. Dan merk je dus dat hij wil gaan zakken voor je, zonder dat je eraan hoeft te gaan trekken. Ja. En dat is wat je wil. Ja. Top. Helemaal goed. Dus we hebben zijn bit gevonden. Wat hebben we nu? Een dubbelgebroken bustens. Gold brass noemen ze dat bij Harry's Horses die van. En dat koper geeft weer een lekker smaakje af, waardoor ze hem vaak wat makkelijker aan willen nemen. Oké. Nou. Blij mee, Hummer? Hij wil lekker slapen. Ja. Ja, ga jij maar lekker stappen en dan ga ik even zijn supplementjes in zijn slobbertje gooien. Zullen we hem gelijk... Oh nee, we gaan zo nog even... Nee, ja, we kunnen hem ook afsluiten trouwens. Ja? Ja. Ja, doe maar even zo. Nou, ik ben heel erg bedankt. Alsjeblieft. Ik ben heel blij nou. En hoeveel is dit nou? Vierde of vijfde? De vierde van mij. Dus ja, het vijfde bit in totaal, want je bent met je eigen bit begonnen. Ja. Dus nou ja, nou... Vier bitten hebben we gevonden en ik ben helemaal blij. Ik ga er morgen gelijk mee rijden en heel erg bedankt. Ja, hij blijft eraan hangen. Ja. Dus toch, dat kan toch? Of is ja, mooi. In principe alles wat ik mee heb en pas, dat gaat gelijk weg. En als ik het heel veel gebruikt heb, dan koop ik het dus ook voor iets minder. Maar de meeste bitten worden één of twee keer meegereden en dan ja. Zijn ze verkocht. Of niet, meestal wel. Super. Nou, jullie heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ja. Oh ja, en ik heb een keer een aankondig video gemaakt voor vragen voor de Bitfitter. En de volgende twee video's worden die vragen beantwoord. Dus kijk die ook zeker. En misschien wordt jouw vraag er ook mooi beantwoord. Doei!